Ja, ik denk dat we hele goede zaken kunnen doen, om het zo te zeggen. We kunnen denk 10 punten voorkomen op de derde plaats als we alles winnen. En dat is mooi, ja. Ja, we zijn 3 belangrijke wedstrijden. Focus eerst gewoon op zondag op Twente en dan komt de rest wel. Maar we hebben nog steeds vertrouwen in het team en in elkaar, dus het komt wel goed, denk ik. Ja, je bent teleurgesteld dat je vandaag hebt verloren. Alleen, we moeten wel met een goed gevoel weer verder gaan, want zondag staat er dan weer een wedstrijd. En dan moeten we er alles aan geven om die 3 punten wel thuis te houden en de aankomende andere 2 wedstrijden ook. Ja, ben je het met me eens dat die komende 3 wedstrijden, met name tegen Twente en Feyenoord, misschien wel cruciaal kunnen zijn voor PSV dit seizoen? Ik denk dat alle wedstrijden cruciaal kunnen zijn. Als je kampioen wil worden, moet je alles proberen te winnen. En daar gaan we ook voor. En we mogen geen punten laten liggen. Dus 9 punten is het parool de komende weken? Zeker 9 punten uit 3 wedstrijden. Nee, het is altijd een cruciale week. Je staat nog punten voor, je mag gewoon niks verliezen. Dus het is gewoon een taak om de ploeg heel scherp te houden en fit te houden. Dat iedereen klaar is voor de volgende wedstrijd en daarin ook scherp. We hebben allemaal 1 doel en dat weet iedereen. Wij zullen het niet loslaten voordat we dat doel hebben.